Oké, stel je bent vergeten om je link te kopiëren naar je filmpje en je wilt die nu terugvinden. Dan ga je zoeken tussen de filmpjes naar jouw versie. Hier, dat is die van mij. Dan klik je op de drie puntjes voor opties en dan kun je een deelbare link maken. En als je nu een apart tabblad opent, dan kun je zien als je die plakt dat je hier de link hebt en dat hier het filmpje start dat je wenst.